In een ijskoude Goffert speelde NEC vrijdagavond een magere wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Na afloop van de wedstrijd zei trainer Pepijn Leinders toch enkele positieve dingen te hebben gezien. Ik denk dat er tot Fortuna een ploeg is die heel makkelijk gevaar kan creëren tegen een ploeg die de bal wil hebben. En dat ze heel snel door counters eruit kunnen komen. Dus dat je heel geduldig moet zijn en dat je altijd goed moet staan. Hè? En dat hebben we heel lang volgehouden. En ook gevochten op het moment dat we voor de bal moesten vechten. Tot hun dat natuurlijk ook in een spel. Dus ja, daar kom je uit natuurlijk 1-1. Je had liever, je wilde gewoon de wedstrijd winnen, want daarvoor speelde je. Maar je wist ook dat hun kwamen om te verdedigen. Je weet dan ook dat je niet heel veel kansen gaat creëren. Je weet ook niet dat jij in de vorm zit tot we 20 passen spelen en dan de bal eroverheen spelen en nog een combinatie en scoren. Je weet dat je niet in dat moment zit in het seizoen. Omdat je van die MVV-wedstrijd afkomt. Dus ja, als je dan gewoon hun op 4 punten houdt, is dat wel erg belangrijk met de periode die komen gaat. NEC heeft moeite de vorm van voor de winterstop terug te vinden. Heel, heel goed werken op het trainingsveld. Werken om onze voorste 4 spelers goed aan de bal te krijgen. En tot het team op zoek is naar die 4 spelers continu. Tot we dat door goed positiespel ook die spelers vrij kunnen krijgen met gezicht naar de goal. En daar werk je aan. En uiteindelijk moet dat zorgen. Ja, kijk, dat zijn natuurlijk spelers die echt voor ons niet alleen kleur geven, maar goud waard zijn. Hè. Dus ja, die spelers moeten we zo krijgen om het verschil te kunnen maken. Mohamed Rey was net terug van een blessure, maar ligt nu weer in de lappenmand. Hij had natuurlijk de wedstrijd daarvoor minder gespeeld. Dus we probeerden wel de eerste wedstrijd korter. De tweede wedstrijd helemaal. De derde wedstrijd weer iets eerder eruit. Dus we hebben daar wel op zoek naar gegaan. Hè, wat hij had een hele goede week. Vol energie en tempo. Ook geen indicaties in de trainingsweek dat hij vermoeider was. En in ieder geval, hij gaf het in ieder geval ook niet aan. Dus ja, dan is het wel natuurlijk schrikken dat gebeurt. Het weer is natuurlijk wat kouder. Je zit in een fase wat emotioneel natuurlijk. Dat heeft gewoon invloed. Hè. Die jongen wil echt heel graag. Dat liet hij ook zien in elke training. Dat is een jongen die altijd een stap vooruit doet. En dan misschien is dat net iets te veel geweest inderdaad. Ja. De tegenstander van aankomende vrijdag is de oude club van technisch directeur Remco Overzier, RKC uit Waalwijk. Ik heb geleerd nu in de Jupiler League dat er geen makkelijke wedstrijden zijn. Of ja, geen makkelijke. Dat heeft puur te maken, komen we snel op voorsprong. Maken een goede combinatie tussen druk zetten en de bal in de ploeg houden. Snap je, als we dat doen, dan is het natuurlijk makkelijker. Maar ja, je zult eerst moeten focussen op je eigen spel. Elke ploeg Jupiler League kan problemen creëren. Dus ja. Vrijdagavond om 8 uur in het Mandenmakersstadion in Waalwijk, RKC NEC.